Hallo allemaal, dit is Erwin van Dedendoos Gamers. En ja, ik ben weer terug. Woehoe, we gaan er gewoon weer voor. Deze keer gaan we gewoon een hele survival serie doen. Niks, niet een map, een survival island, wat dan ook. Wat we wel gaan doen, is we spelen het op hardcore. Hardcore. En we gaan kijken, ja, hoe lang we het eigenlijk vol kunnen houden, weet je. Dus we hebben natuurlijk echt, denk ik, een paar maanden al niks meer geüpload. Dus ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. En opeens acties van, weet je wat, ik ga gewoon weer even een filmpje doen. Waarom ook niet? Dus, we gaan het hopelijk weer leuk maken. Dus kijk, wat tools maken natuurlijk. Maak even een pickaxe. Sticks kunnen we verhouden. Even kijken of we een cave kunnen vinden. Yeah, right here. Even steen hakken. Er is natuurlijk veel veranderd in de afgelopen tijd met Minecraft. Ja, ik heb het nog wel redelijk gespeeld, maar niet opgenomen. Ja, ik heb eigenlijk wel gewoon heel veel zin in eigenlijk, weet je. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. En of het een beetje leuk kunnen maken. En dan hoop ik dat jullie ervan zullen genieten. Ja, ik heb ook een nieuwe microfoon gekocht. Dus het de geluidskwaliteit is veel beter dan... dan dat het eerst was. Het enige is dat mijn toetsenbord en mijn muis zijn nu wel ietsje harder. Maar nou ja, daarentegen hebben we nu wel een prachtig geluid. Zodat we gewoon mij goed kunnen horen. En dat willen we natuurlijk. Kijken die. Eigenlijk eerst even sticks maken. Zo, dan maken we een soort. En dan halen we nog even wat hout, want we hebben best veel hout nodig. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk proberen te overleven. Ik ga denk ik een base maken ergens. Een beetje een soort van fort maken. Waar niemand in kan. Ja, kijken of we naar de Nether kunnen. Kijken hoe lang we het kunnen overleven. Ik heb eigenlijk nog nooit echt op hardcore gespeeld. Het lijkt me echt belachelijk lastig. Volgens mij doen de mobs ook wat meer damage. Hebben wat meer levens. En Dus kijken of we meer dan 10 episodes kunnen halen. Ga jij ze even dood. Hop, wegwezen. Biggie. Dan hebben we... houden we soms nog even nog een boom naar beneden. En dan hebben we denk ik wel voor even genoeg hout. Is dat een cave? Oh. Ja, dat is een cave. Dan even deze boom. Ik hoor een zombie. Dan geef deze boom naar beneden. Zo. Eens kijken wat de cave ons te bieden heeft. Oeh, wat iron. Kunnen we wel gebruiken. Lijkt niet alsof het ergens naartoe gaat, hè? Misschien dat dit nog ergens toe gaat. Laten we anders gewoon even dit iron pakken. En dan gaan we anders wel even op zoek... naar iets van een village of zo. Of een leuke plek waar we een base kunnen maken. Dan gaan we nog wel even lekker aan beginnen. En plezier hebben. Desert is niet echt geweldig natuurlijk om te doen. Ik heb eigenlijk nog wel wat voedsel nodig. Gaan we even chickens killen. Oeh, dat is een mooie cave eigenlijk wel. Voor weer een zombie. Zit waarschijnlijk onder me. Zombie. Kolf zamelen. Altijd handig. Hallo. Anybody there? Lijkt er niet echt op. Zullen waarschijnlijk een, wat caves onder me zitten. Daar niet al te veel aandacht aan besteden. Daar komen we allemaal later wel. Eerst maar even zorgen dat we een beetje een soort van een shelter hebben. Een beetje wat voedsel verzamelen, want ik zie dat ik eigenlijk bijna geen voedsel heb. In de forest moeten wel wat biggen of wat kippen zijn misschien. Ja, daar hebben we het al. Wat koeien. There we go. Ik gebruik trouwens nu een Sphax texture pack. Ziet alles even wat mooier uit. Oeh. Ravine. Dat kunnen we wel onthouden. Het is wel een mooie plek.
Voor als we nog wat iron nodig hebben. Maar ik wil eerst even iets van een Extreme Hills biome vinden. Of ik weet niet. Even een mooi plekje ergens. Nog wat koeien. Als jullie nog challenges voor mij hebben, gewoon die ik kan doen. Laat vooral weten in de comments dat ik bijvoorbeeld voor een nacht niet meer dan niet meer dan 2 tools mag gebruiken. Oeh, lava. Dat is wel handig. Dat ik niet meer dan 2 tools mag gebruiken. Of dat ik niet mag schuilen in mijn fortress, maar dat ik gewoon naar buiten moet. Of wat dan ook. Dat ik zoveel blocks af moet leggen dat ik op adventure moet gaan. I don't know. Verzin wat leuks. I don't know. Een beetje wat hout verzamelen. Dan nog even wat steen. Zodat we ons eten kunnen koken. Dat is wel handig. Zo. Oké dan. Hallo, nog meer koeien. Het zijn er wel verschrikkelijk veel trouwens. Dat is wel chill. Kom hier eens even hier. Kom hier. Niet zo laf doen. Fight like the cow you are. Oh. Oké. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Laten we eens even uitgaan. Hop. Zo. Dat krijg ik even niet door. Dat is niet handig. Laten we ons eerst even ons eten koken. Dan maken we een furnace. Zo. Zo. En dan koken we ons beef. Ons beef koken we even. Sheets. Nee, ik kan niet veranderen. We doen nog even wat kool dan. Kijken. Het zal genoeg moeten zijn. In principe. Ik vind het lelijk hout. Dat gaan we niet gebruiken. Gewoon lekker ook goed gebruiken. En anders gaan we gewoon in de desert ons kamp maken. Maar ik vind altijd het handig om in een Extreme Hills biome te doen. Aan de rand van de jungle biome waar je dan open plek hebt. In de desert spannen meestal wel veel monsters, dat is een beetje irritant. Vooral als je natuurlijk hardcore speelt, ja, dan ga je wel snel dood. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Kijk, gaan we hierop wachten. Nou, weet je wat, we nemen gewoon mee. Dan hebben we nu wat eten. Perfect. En dan gaan we verder op adventure. Ik zie nog wat koeien daar. Gewoon meenemen. Ziet er goed uit. Hardcore. Oké. Nou, het is in ieder geval wat lastiger, weet je. Als je gewoon survival doet op normaal difficulty, dan denk je van, ik kan ook gaan caven zonder enige armor. Als ik dood ga, maakt niet echt heel veel uit. Ik verlies wat stuff, maar ja, dat kan ik wel weer terughalen. En nu is het gewoon, dan raak je je hele world kwijt. Nou, dat wil je gewoon niet hebben. Dus we moeten het een beetje voorzichtig aan gaan doen. Laten we nu in ieder geval eerst maar even een mooie plek gaan vinden om onszelf in te bunkeren. Oeh, water is altijd mooi. Laten we anders even een beetje een stuk die kant op gaan. Anders gaan we ter boot. Ter boot. Klein meertje. Mooi. Kijken. Wat vliegende dingen. Tuurlijk, kan ook. Eens kijken. Is het nou allemaal forest? Dit is wel een gigantisch forest, zeg. Jezus. Zou er bijna gek van worden. Voor alleen maar
één groot bos is. En er geen andere dingen meer zijn. En dat ik de enige overlevende ben. Het wordt trouwens nacht, dit is niet handig. Ik heb nog helemaal geen shelter. Dit doen we niet goed. Of doe ik niet goed. Laten we eens even op uitkijk gaan. Ja, het is allemaal bos om ons heen. Oké, we moeten nu gewoon echt een shelter gaan maken. We gaan het gewoon hier doen. Bam. Oké dan. Nou, we maken hier nu even gewoon een kleine base. Zoiets. Kijken. Tot hier bijvoorbeeld. Oh, dat was die bedoeling. Zo. Die weg. Weg. Zoiets. Even met de shovel wat land uitgraven. Maak gewoon even een klein bunkertje. Zo. Dit is natuurlijk niet doodgaan op de eerste avond. Zou een beetje slecht zijn natuurlijk. Zo. Oh. There we go. Nou, dan graven we nog even een laagje uit. Zo. En dan hebben we een soort bunkertje gemaakt. Met natuurlijk nog wel even een dakje op. Maar dat gaat gebeuren. Hop, 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 hop. Zo. Even kijken. Zoiets. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Even anders wat toortjes maken. Zo, dan hebben we wat licht er binnen. En dan halen we deze weg. Wat staat het eigenlijk? Ja, het staat natuurlijk gewoon op hardcore. Je kan het natuurlijk niet veranderen. Kun je denken van even kijken of het nog wel op... Of dat het niet meer op peaceful staat, want dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ik heb trouwens nog een axe. Ga ik die gewoon... Hoppa, hakken. Ja, mooi. Even kijken. Crafting table. Laten we even hier. En maak even een deur. Perfect. Goed. Mooi. Furnace, gaan we even wat eten koken. Gaan we anders even naar beneden een gang graven. Die ons misschien wel wat mooie dingetjes kan brengen. We hebben wat kool nodig. Kijk hoor, wat doen. Alsof ze daar. Zo. Ah, wat iron. Zo, het goed. Is altijd goed. Zo. Maar we hebben eigenlijk wel het kool nodig voordat we dat iron kunnen smelten natuurlijk. Oké. Tot hier ongeveer. Dan gaan we weer opzij. Even wat licht, zo. Maar goed. En dan gaan we even kijken of we het kool kunnen vinden of een cave of iets. Of, ja, dan hebben we even wat spullen nodig. Eigenlijk kunnen we natuurlijk wel even met een wat handiger stairway maken. Zo. 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 Nice, dat is goed. Oké, nou, we kunnen wel wat hout gebruiken om het te verbranden dan, denk ik. Als het goed is, is één blokje hout goed genoeg voor twee dingen om te verbranden. Zoiets, ja. Nou, laat het gewoon even erin zitten. Even kijken of er nog wat monsters buiten zijn. Want ik heb nog helemaal geen enkel monster buiten gezien. Ah, dat was skeleton. Skeletons zijn nu natuurlijk ongelooflijk gevaarlijk.
Kijken, misschien kan ik er eentje aan. Oh. Ah, ze doen één hartje aan damage, maar ze schieten heel snel. Ha! Kop! Yeah, we hebben hem. Nice. Ah, ik ga nog maar even niet vechten. Dit is natuurlijk niet handig. Ik heb nog geen armor. Ik heb nog geen goede zwaarden. Ik heb nog geen boog. Ik moet eigenlijk even... Oh, ik hoor een zombie. Kijken, maken we hier even een inkepentje. Torch. Oh, dat is hout. Dat is geen torch. Yeah. Bam. Ja, dit is natuurlijk niet onze basis die we blijven houden. We gaan natuurlijk op zoek naar een mooie plek om onze basis te maken. Want we willen natuurlijk wel gewoon een normale basis. Deze moet ook weg. Perfect. We willen niet een basis om te overleven, maar een basis om trots op te zijn. Ja. Oké, wat gravel. Laten we dat even vermijden, het is alleen maar irritant. Zo, weer een torch. En hoppa, dan gaan we die kant op. Kijken, deze ook weg. Ook weg, hoppa. Oh, weer gravel. Laten we dat nu maar gewoon weghalen, denk ik. Kijk, die. Zo. Het is een beetje jammer dat we geen cave vinden. Kijk. Aha, wat iron. Dat is cool. Oké. Okay. Nou, weet je. Dat is eigenlijk wel goed. Het is eigenlijk best wel heel veel iron trouwens. Jezus. Genoeg iron voor ons hele leven. En we hebben geen pickaxe meer. Dat is wel jammer. Kijk, we kunnen wel uw wooden pickaxe gebruiken. Denk ik. Nee, kan niet. Nou, moeten we weer naar boven toe. En dan denk ik eigenlijk dat het wel op zit voor deze... Voor deze keer. Denk ik. Dus ik ga naar boven toe. Ik ga even mijn eten pakken. En wat spulletjes bij elkaar zoeken. Torch meenemen. Want ik kom hier niet meer terug. Want we gaan op zoek naar een awesome plek om onze baas te maken. Een awesome plek voor awesome mensen. Zo. Ja, het eten is bijna klaar. Perfect. Ja. Deze denk ik wel. Neem dit mee. En neem die mee. There we go. Het is bijna... Oh, wow, dat is een skeleton met armor. Nou, in ieder geval. Jongens, bedankt voor het kijken. Geef die like als je het een leuk filmpje vond. Laat een comment achter voor wat challenges of iets. Of gewoon... Omdat je denkt van... Oh my god, that's awesome. Make more. Whatever. I don't know. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering van Teledoos Gamers met Erwin. Survival, hardcore, whatever. Bye bye.